goed kijken, dus ik loop in ieder geval voor mijn bed. En ik ga weer wat toffe updates vertellen. Maar nu eerst de itemship. Ja. En er zijn weer best wel wat leuke dingen in de itemshop. Zoals hier de John Wick skin. Alleen, je ziet, het is best wel duur. 2000 V-Bucks moet je voor geven. Ik vind het sowieso een beetje gek, maar 2000. Dat is wel echt raar. Maar ja, als je het maar mag, koop die. Want het is gewoon een zeldzame skin. Ik wil dit stiekem eigenlijk wel. Alleen, het is gewoon een OG skin. Alleen, ik ga hem gewoon niet kopen. Maar wel gewoon, ja, een heel John Wick thema is er. Hier is gewoon best wel leuke dingen. Chicken wings. Chicken winget. Oké, ik denk dat ik het zo zeg. In ieder geval is ook weer zo'n meer een soort TikTok dansje. Ik laat ze gewoon niet om. Want dan heb ik anders helemaal geen zin met YouTube. Dat is die. Heel kort hoorde je het. Want anders, als ik het te lang laat horen, heb ik gezeik met YouTube. En daar heb ik geen zin in. Maar voor de rest, een leuke PD skin. Best wel leuke skins hier ook. Hier ook gewoon, ja. Leuke skins. Die hadden best wel vaak terugkomen. Zoals Brute Gunner. Deze komt best vaak terug. Die komen heel vaak terug. Nog steeds de Street Fighter is de. Hier is ook wel een leuke bundel. Nature bundel. Ja, dit is. Ja, nog allemaal hetzelfde. Maar we gaan gewoon. Ik heb redelijk wel wat updates. Wel redelijk, zeg ik even. Ik heb gewoon. Redelijk voor wat updates. Dus. Ja, ik ga gewoon gelijk beginnen. Er is best wel wat nieuwtjes. Ook gewoon echt vaag. Maar die heb ik via mijn telefoon gezien via Twitter. Dus die ga ik nu heel. Ja, en ik had hem al een beetje gelezen, anders wist ik het natuurlijk niet. Maar wat er is of van aan de hand. Nou, durf ik hoe het staat. Terwijl de eerste vijf mensen namelijk, die kregen V-Bucks gegift. Ik weet nou even niet meer hoeveel, ik zag het er wel. Het 20.000, nog wat, kreeg die gewoon gegift. Oké. Okay. Ongekeerd, dat stond er ook voorbij. Ik laat hem hierna nog even zien de post. Maar het is gewoon heel weird. Waarom krijg je zomaar 20.000 V-Bucks gekeerd? Misschien is het een foutje of. Wat kan het meer zijn, ja. Misschien een soort goedmakertje, misschien is bij hun iets gebeurd. Misschien zijn ze prompt uit de game gegooid of. Nou, als dat zoiets is, zo van dat in de game dat het voor het zorggoedmakertje is. Nou, dan wil ik ook wel 20.000 V-Bucks. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, man. Ik zie het, ik zag het daar staan, dus ik dacht ik wil het gewoon even delen met jullie. Want dit is best wel een vaag dingetje. Ik hou het natuurlijk wel in de gaten. Ja, als er meer mensen, als het dit vaak gebeurt, of een hack, ja, een soort hack wat die zei van, ja, dit is een gift, of gewoon gekregen, nee, dat kan natuurlijk ook, maar het first 50 spelers, dus en, dat vind ik een beetje gek, waarom de eerste 50 mensen krijgen, V-Bucks, 20.000 V-Bucks. Dat vind ik gewoon heel vreemd. Dus ik hou het gewoon in de gaten voor wat hij. Ik doe gewoon naar het volgende ding. De Fortnite Champions Series. Ja. In april.
Ik zag hier in seizoen 6, hier zag ik het dan, ik zag ergens staan dat, ja, ik zie het hier boven staan. Start in april, 22 april. En dan denk ik, het is nu, ja, 20 maart, dus, ja, dan volgende week wordt de arena-punten gereset, dus. Wat dit dus betekent is, dus je hebt dan, zo heb je eigenlijk al volgende week, kun je dan spelen met de, ja, dat de, dus je gewoon allemaal 0 punten hebt in arena, en dan heb je zo 1 week, 2, 3, het zijn eigenlijk gewoon, zowat 5 weken. De tijd om echt arena te grinden tot Champions League. Want ja, je moet champion zijn voor die volgende Champions Series. Wat dit dus betekent is dat er heel weinig, misschien nog minder mensen meedoen. Ze willen die wel dus ja, heel goed zijn. Die hebben dus sowieso, maar ja, dan moet je echt veel gaan grinden voor mee te kunnen doen. Want anders, ja, dan heb je nog geen kans. Dus ja, om gewoon mee te doen. Dus dat zou heel jammer zijn als hij dat niet haalt. Maar dit is gewoon zo heel snel dat die dingen starten. Ze willen daarom ook denk ik de mensen niet te lang laten wachten. Dus dat is sowieso ook één ding. Dus ga gewoon zeker gewoon grinden. De voor die. Volgende week gewoon gaan we gewoon zoveel mogelijk grinden in arena voor die Champions Series. Ik zeg alleen, het zou gewoon zonde zijn als je ze deze keer niet kan doen en je ze normaal wel altijd doet. En dan gaan we gewoon naar het volgende ding en ook gelijk het laatste ding. En dat is, ja, ik laat je een foto zien. Dat was zonde van een update in de Epic Store. Geen idee wat dit inhoudt, maar ja, het heeft te maken met de vriendschapverzoeken of de invites. Alleen ja, het ziet er gewoon een beetje raar uit. Maar ze hebben dus een nieuwe methode daarvoor. En nu zeg ik iedereen, volg mij zeker even op Insta voor die Inca volgers. Zodat ik ook gewoon een supporter creator heb, jongens. Ja, dank. Kunnen jullie gewoon die code gebruiken? Dus dat zou ook heel handig zijn. Gewoon, dan kun je gewoon lekker die. Dan kun je gewoon mijn. Ja, code gebruiken. En dan kan ik ook, en dit is helemaal niet het laatste ding, want dan kan ik ook voor het e-sport team ook dingen, ook custom hosten. Dus zoals custom solo of scrims, of ja, wat dan ook in ieder geval, voornamelijk scrims wil ik dan gaan doen. Dus volg me daar ook zeker op mijn Instagram, zodat ik gewoon die, ja, die custom, en ik wacht er gewoon nog steeds op. En dan ga ik hier de update video afsluiten. En dan hoop ik dat jullie dit goede updates vonden. Dan dus je zeker even een blauw duimpje voor als jullie meer van dit soort update video's willen. En dan abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. Voor ja, zodat je geen update video's meer hoeft te missen en ook geen andere video's meer. En ook daarom ook even erbij klikken naast je abonneerknop staat. Zodat je ook geen geen video's mist. Dat is ook wel handig. En dan zeg ik zo altijd adios.